Dat is het. Ik wil even zeggen, er zijn hier ook mensen die ons misschien nog niet gezien hebben. Maar mooi. Dat zou kunnen. Maar dan wil ik even mijn muziekvrienden en jullie voorstellen. Hier achter mij. Beroert alles wat zwart en wit is. Die gezellige manier met de accordeon soms. En hier zit hij achter de 4,5 uur. Toon Veerman! Daarnaast die jonge man. Achter die mooie opgepoetste bekkens en trommels nummer op. Jan Veerman, Dekker! Dat die drummer was, hadden jullie al gezien natuurlijk. Nog knapper. Ja, niet dat ik eraan opval, want ik heb van andere interesses. Percussion. Hij zorgt voor zo'n lekker hapjes en de drankjes in de bus. Nico Tol. Hiernaast de Benjamin van de band. Hij heeft zich gevormd in een paar jaar als een gigantisch goede zanger. Mijn maat. Super basgitarist. Kees Veerman, Jozef! Ja, vandaag was het een beetje een lange busrit. Maar toch zo ver weet te krijgen om op de afsluitdijk een kort stukje mee te lopen met de bus. Vandaag niet met zijn gitaar in zijn hand, maar met zijn koffertje. En dan kon je even zeggen, die had vuurtjes. Dat ging echt een beetje makkelijk. Van een monument tot aan de zandplaat aan deze kant. Zanger, supergitarist Kees Plaat. Ik weet het al, morgen dan tegenwoordig doen we raad iPhone uit. Want meestal om half of 6 dan horen de eerste bliepjes van Piet. Dan gaat hij lopen met zijn hond Sam op de dijk. Dan zeg je, verdomme, ik ben vergeten dat ding uit te doen. Piet Schilder! Dat kan er! Zo. Dit was ook een verzoekje van iemand die je nog kent van het midden van de vorige eeuw, een tijdje geleden. When last night I'm sitting all alone, welcome to my house, Harmen Veerman! I hold the
a little bit. Just seems like